jij bent een dokter, hè? Een dokter. Zijt geen geneesheer? Klinisch bioloog. Altijd is Kortjakje ziek. Halve het zondags. Dan is hij niet ziek. Dan gaat hij, ik weet niet wat doen. Is Kortjakje een meisje of een jongen? Kortjakje is een jongen. Je bent de tweede die mij dat zegt. Nee. Sorry, Kortjakje is een meisje. Indien het een jongen zou zijn, zou hij niet Kortjakje noemen, maar Kortzakje. Altijd is Kortjakje ziek. Midden in de week, maar zondags niet. Wat scheelt er met Kortjakje dan? Die moet in de week werken. En in de week wil Kortjakje. Kortjakje niet werken, dan zeg ze, ik ben ziek. Maar zondags, als ze niet moet werken, is ze niet ziek. Zondags gaat zij naar de kerk, als de kerken tenminste terug opengaan. En nadat ze naar de mis geweest is, begint ze te drinken en van alle onnoemelijke dingen te doen die ik hier niet op YouTube kan vertellen. Dat is zo'n ingebeelde ziekte. Dat noemt men... Hypochondrie. Dus Kortjakje leidt eigenlijk aan selectieve hypochondrie. In de week, het zondags niet. Zegt het u iets, de ziekte van luie Charles? In haar geval is dat de ziekte van luie Carolina. Of Carla? Nee, het is Carolina. Zou het kunnen dat fibromyalgie is? Dat is juist hetzelfde. Ik heb pijn hier, ik heb pijn daar. Maar als ze iets interessants te doen hebben, dan hebben ze opeens geen pijnen meer. Dat is allemaal superstitie. Dank u voor de les. De volgende keer leren we uw bed opmaken. Een onnodige bezigheid.